Landschapsbeheer vreest beverplaag. Aquajumpen zet Zeewolde op de kaart. Braken geniet weer op trainingsveld. Bij de kruising van de Westerdreef en de Schoener in Lelystad is Jeroen Reinold van Landschapsbeheer Flevoland aan het struinen door de bosjes. Ik ben bevers aan het zoeken, met name in de stad zijn er wat bevers en die komen langzaam zeker steeds dichter de stad in. En die ben ik aan het bekijken. We tellen de bevers. Hoeveel hebben we er eigenlijk? 180 ongeveer. En dat zijn er volgens Landschapsbeheer Flevoland te veel. Want een beverplaag ligt op de loer met alle ongemakken van dien. Dat kan zijn omdat hij een hol graaft waar je hem eigenlijk niet wil hebben. Het kan zijn dat hij heel veel bomen opeet, omknaagd zoals hier achter. Hè. Dan zie je allerlei bomen die omgeknaagd zijn. Nou, op zich dit is niet erg, maar ik kan me voorstellen dat mensen andere bomen liever wel sparen die aan de oeverkant staan. Nou, dat zijn de problemen die er aankomen. En daarom pleit Landschapsbeheer Flevoland voor een andere benadering van de bever, nu die nog als beschermd wordt gezien. Dan kunnen we ze opvangen, ergens anders wegzetten. Nou, als het nood aan de man is, zouden we zelf kunnen afschieten. Nou, er zijn allerlei opties die je kunt bedenken die nu absoluut niet kunnen. Maar bevers afschieten, dat ligt wel gevoelig. Dat ligt natuurlijk gevoelig en daar moet je goed over nadenken. Maar ik denk van je moet wel de mogelijkheden gaan creëren. Want een Europese wetgeving veranderen, dat doe je ook niet zomaar. Dus als we nu niet beginnen, dan zijn we over 5 jaar hebben we wel een probleem. Voorlopig lijkt de plaag nog ver weg, want de bever laat zich bij deze zoektocht niet zien. En dan gaan we 3, 2, 1, jump! Ja, dit was het helemaal. Er kwamen vrijdagavond veel jongeren af op het aquajumping in de aanloophaven in Zeewolde. Ze willen vooral zo hoog mogelijk komen, maar dan moet je wel goed in het water terechtkomen. Je viel volgens mij behoorlijk hard. Ja, best wel. Waar heb je pijn? Mijn billen. Heel erg. En ook deze sprong ging niet geheel vlekkeloos. Ik kwam een beetje op mijn nek terecht, maar voor de rest gaat het goed. Als je ziet hoe ze af en toe terechtkomen, denk ik, nou, dat kon wel eens een beetje pijnlijk zijn. Maar goed, ze houden zich flink, dus ik heb er aan een paar gevraagd, wil je naar de EHBO? Dat hoeft nou ook weer niet. Van der Kieft heeft het evenement georganiseerd, omdat hij zelf ook een watersportliefhebber is. Hij zou normaal gesproken zelf ook wel een sprongetje wagen. Oh ja, dat had ik best willen doen hoor. Ja, ja. Nee, dat is geen enkel probleem. Ze hebben me af en toe uitgedaagd, maar ik heb gezegd, ja, ik moet natuurlijk wel de boel een beetje in de gaten houden. De organisatie van het evenement is puur Zeewolde. Zij willen vooral toeristen van de campings meer richting het centrum krijgen. En dat is gedeeltelijk gelukt, maar het grootste deel waren toch jongeren uit het dorp zelf. Voor wie nieuwsgierig is geworden en het zelf wil proberen, aquajumping is nog 2 keer in de aanloophaven. Michael Robert Brands uit Zeewolde heeft vrijdag de hoogste berg van het Verenigd Koninkrijk beklommen. Juist, dit is waar. De Ben Nevis is 1344 meter hoog en ligt in Schotland. Michael Robert, die door kanker zijn rechterbeen verloor, zamelt met deze beklimming geld in voor het Revalidatie- en Verbetenfonds. Onder zware weersomstandigheden werd de top in 5 uur bereikt. Vanaf september is bij Omroep Flevoland een 5-delige serie te zien over de voorbereiding en de beklimming van de Ben Nevis. Dit weekend vinden er in Batavia Haven in Lelystad spectaculaire zeilwedstrijden plaats met Flying Phantoms. Dat zijn zeilboten die bij hoge snelheid uit het water komen. Aan de wedstrijden nemen 32 grote zeiltalenten uit Nederland deel. Waarbij we toptalenten uit Nederland de kans bieden om op unieke boten te zeilen. Het is nieuw. Het is in Nederland eigenlijk niet zichtbaar. Het is voor het eerst dat je het zo zichtbaar ziet. En van deze boten varen er maar 78 in de wereld. Dus en er liggen er hier 5. Het is ook een evenement om toptalent beweging te geven, zodat ze door kunnen stromen en zin krijgen in zeilen naar de America's Cup toe. De zeilboten zijn zeer spectaculair om naar te kijken. Daarom heeft de organisatie bewust voor Lelystad gekozen. Omdat hier een locatie is waarbij je op een muur heel mooi op het water kan kijken in de boten, zodat je dicht bij het zeilen bent. Zeilen is een moeilijke sport voor het publiek. En hier hebben we de kans om het naar het publiek toe te halen. De wedstrijden in Batavia Haven maken onderdeel uit van de internationale competitie. In 16 landen krijgen de grootste zeiltalenten training van de beste zeilers ter wereld. De winnaar van het zeilweekend in Lelystad plaatst zich voor de finale in Amerika later dit jaar.
Na 9 maanden van revalideren staat spits Sven Brake weer op het trainingsveld bij zijn club Almere City FC. De Limburger komt terug van een zware knieblessure. Afgelopen oktober scheurde hij zijn kruisband af. Ja, dat is een verschrikkelijke periode geweest. Alleen, je hoort wel eens vaker, je komt sterker terug. En ik dacht altijd, tuurlijk, je bent met je lichaam bezig. Maar het is ook echt zo, je komt sterker terug. En niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Brake traint dus weer mee met de groep. Maar uit voorzorg moet hij wel uit de duels blijven. Ik hoop gewoon dat ik volgende week weer een stap kan zetten. En dat ik in de duels kan komen. En als dat allemaal goed voelt, misschien in het begin van de competitie of een weekje daarna, hoop ik gewoon volledig fit te zijn. Maar ja, ik ga geen planning meer maken. Ik laat het gewoon op me afkomen. Ja. Zijn trainer bij Almere City is tegenwoordig oudspits Jack de Gier. Brake kan zijn voordeel doen met de expertise van de Gier. Net ook op de training, dus volgens mij mijn eerste volledige training. En hij was meteen al even met me bezig en tips. En dat is gewoon leuk. Leer ik alleen maar van. De aanvaller kwam vorige zomer over van MVV, waar hij zijn hele leven had gespeeld. Sinds vorig jaar woont de Maastrichtenaar in Amsterdam. En dat bevalt goed. Ja, dat is eigenlijk wel snel gegaan. Eerst vroegen ze nog wel eens aan of ik Engels kon praten. Want dan kon ze me niet verstaan in het Nederlands. Maar inmiddels zijn ze wel aan me gewend. En blijven de grapjes zijn nu een beetje weg. Oké, goed jongens. We gaan starten. Eerste training weer, nieuwe seizoen. De voetballers van Tonego uit Lutelgeest zijn vandaag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg speelt dit jaar op tweede klasseniveau. Nog nooit speelde Tonego zo hoog. Ja, heel bijzonder, omdat als klein dorp naar de tweede klasse, dat komt niet vaak voor. En we spelen nu het hoogst van alle dorpen, dus dat is wel iets om trots op te zijn. Nou ja, bijzonder inderdaad, maar het is niet zo dat we ons anders door gaan gedragen of zo. Niet mensen van buitenaf halen of iets. Of gewoon met dezelfde mensen niks anders doen dan normaal. Tonego moet het jaar een stapje harder zetten, want het niveau ligt natuurlijk hoger in deze klasse. Dat denk ik ook wel, ja. Het wordt een interessant seizoen. We hebben er hard voor gestreden om in deze klasse te komen. Dat was de laatste weken waar we naartoe wilden. Nou, nu moeten we laten zien dat we het ook waard zijn. Gezelligheid staat voorop in principe. Ook wel prestaties. Rechtsom. Ja, uiteindelijk draait het wel om de gezelligheid. Jullie zijn nu in de tweede klasse terechtgekomen voor het eerst in de geschiedenis van Tonego. Het latje ligt wel wat hoger, hè? Ja, maar goed. Als we volgend jaar weer in de derde spelen, dat is dan zo. Maar proberen dan gewoon zo lang mogelijk erin te blijven. Een aantal jaren, hè? We zien het wel. Het team uit Lutelgeest begint op zaterdag 3 september aan de nieuwe competitie. De bekercompetitie gaat beginnen op 20 augustus.